als ik iemand zie huilen, dan, en ik heb sterk geactiveerde spiegelneuronen, want dat verschilt van persoon tot persoon, dan doen die gebieden in mijn brein eigenlijk mee. Waardoor ik ongeveer hetzelfde kan voelen als die persoon die ik observeer. En uit recent onderzoek blijkt dus dat dat spiegelneuronensysteem bij een hoogsensitief persoon gewoon veel sneller geactiveerd wordt en veel sterker geactiveerd wordt. Dus je bent eigenlijk continu aan het onzichtbaar afstemmen op de ander van hé, wat ervaart hij nu? Dus het helpt heel erg om dat door te hebben, dat dat je brein is, dat dat afstemt op iedereen. En dat, omdat hij dat overneemt, ook je hele lijf mee gaat doen. Dus je kan ook inderdaad helemaal je hele lijf die emotie die voelen, terwijl die niet van jezelf is. Welkom bij HSP Binnenwereld, een podcast over omgaan met emoties en gedachten als je hoogsensitief bent. Hoogsensitieve mensen hebben een rijke innerlijke belevingswereld en beleven alles intenser. Emoties en gedachten kunnen dan extra diep binnenkomen. In deze podcast geef ik je tips, informatie en oefeningen om daarmee om te gaan. Mijn naam is Irene Langeveld, HSP-coach en Clarity Process Trainer. Fijn dat je er bent. Ja, van harte welkom bij deze hele bijzondere aflevering van HSP Binnenwereld. Want voor het eerst zit ik hier niet alleen, want ik wilde al heel graag een keer een aflevering maken over wat hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid nou precies is. En toen dacht ik, ja, met wie wil ik dat dan doen? Nou, dat is met Esther Bergsma. En voor degenen die Esther Bergsma niet kennen, zij is een van de belangrijkste HSP-experts in Nederland. En ze heeft boeken geschreven over hoe het hoogsensitieve brein verschilt van het brein van mensen die niet hoogsensitief zijn. Ze schrijft over de voordelen van hoogsensitiviteit en over hoogsensitieve kinderen. Maar wat voor mij echt het allerbelangrijkste is en waar ik haar ontzettend dankbaar voor ben, is dat zij de wetenschappelijke kennis die bekend is over hoogsensitiviteit, dat ze die verzamelt en dat ze die beschikbaar maakt voor gewoon de leek, zeg maar, voor mensen die zelf benieuwd zijn of ze hoogsensitief zijn. Maar ook voor professionals. Want als ik het goed begrijp, geef je ook trainingen aan leerkrachten en artsen en andere professionals die, die werken met mensen die misschien wel hoogsensitief zijn. En ik heb zelf orthopedagogiek gestudeerd, alweer best wel lang geleden. En in die tijd mocht ik de term hoogsensitief nog helemaal niet noemen, omdat het zogenaamd geen wetenschappelijk concept was. En dat heeft me toen best wel gefrustreerd, zal ik eerlijk zeggen. Ja. Dus er zit ook een soort persoonlijke... Ja, ik ben zo dankbaar dat er... Ten eerste dat er onderzoek is, maar dat jij het ook als het ware vertaald en beschikbaar maakt. Dus dank je wel dat jij er bent, Esther. Wat een mooie introductie. Ja, ik geniet zelf heel erg van het bestuderen van die wetenschappelijke onderzoeken. En omdat ik van huis uit ook wetenschappelijk onderzoeker ben, vind ik het super interessant om te kijken hoe ze het aangepakt hebben. Maar ja, die kennis geeft elke keer weer een klein brokje van inzicht. En het is gewoon zo mooi om die puzzel steeds verder te kunnen gaan leggen. Dus ja, fijn dat je daar ook blij mee bent. Ja, precies. En ik hoop dat we gewoon heel veel... misverstanden ook de wereld uit kunnen helpen. Want die kom ik nog best vaak tegen ook. Dat mensen denken dat het in het hoofd zit. Of een modeverschijnsel is. Of al die dingen. En dan is het zo fijn om echt die meetbare dingen. Die meetbare feiten te kunnen hebben. Ja, dat is zo belangrijk. En helaas weten nog heel weinig mensen hoeveel wetenschappelijk onderzoek er wel niet is inmiddels. Exact. En er is echt al heel veel. Er is al zoveel aangetoond. Er is ook nog veel niet bekend hoor. Maar die basis die staat gewoon echt heel goed. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om te spreken bij professionals. Want als die de kennis niet hebben, dan ga je toch heel veel hoogsensitieve mensen niet herkennen. En daarmee ook niet de goede begeleiding geven. Precies. Ja, nou als we zo eventjes naar de basis gaan, hè, kun je dan in een paar zinnen uitleggen wat hoogsensitiviteit nou precies is? Ja, hoogsensitiviteit is eigenlijk een andere manier van het verwerken van informatie van wat er vanuit de omgeving bij binnenkomt. Je merkt meer op, dus subtiele details uit je omgeving komen via al je verschillende zintuigen scherper binnen. En die informatie verwerkt je brein vervolgens diepgaand. En dat wil zeggen dat er veel meer hersengebieden tegelijkertijd actief zijn.
Waardoor er dus vanuit, ja, eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken steeds naar al die informatie gekeken wordt. En daaruit komt dan pas uiteindelijk die reactie. En we merken dat de impact dan ook van dat waarnemen en dat verwerken veel heftiger is op een hoogsensitief persoon. Dus heftiger stressreacties, heftiger emoties, dat soort dingen. Dus het opmerken, het verwerken en de impact is anders bij een hoogsensitief persoon. Ja, precies. En wat zijn dan de belangrijkste, wat jij ziet, hè, wat je vanuit het onderzoek weet, wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen waar mensen tegenaan lopen hierdoor? Ja, dat eigenlijk hangen talenten en valkuilen vaak heel erg sterk met elkaar samen. En dat zie je ook in het onderzoek naar hoogsensitiviteit. Dus waar je dus goed bent in het waarnemen van alle informatie om je heen, de stimuli op te merken, is natuurlijk een gevolg daarvan dat je ook snel overprikkeld kunt raken. Dus het kan ook snel te veel zijn. Overigens overprikkeld niet alleen maar doordat je het waarneemt, maar ook door de manier waarop je hersenen vervolgens met die informatie omgaan. Want die hebben meer verwerkingscapaciteit nodig, omdat die zo diep gaan verwerken, dan bij een non-HSP. En die beide patronen, komt meer in en je hebt meer capaciteit nodig, zorg ervoor dat je brein eerder vol zit. En dat je dus in die staat van overprikkeling komt. En dat betekent eigenlijk alleen maar, je kan op dat moment niks extra's meer verwerken. En je brein komt eigenlijk even in de overleefstand. Ja. Totdat het weer wat rustiger is geworden. Dus overprikkeling is een van de grootste valkuilen voor een hoogsensitief persoon. Ja, en sorry, ga verder. Ja maar is dus niet onlosmakelijk verbonden met hoogsensitiviteit. Want dat is een van de misverstanden, waar ik nog wel vaak hoor van, oh, is vaak overprikkeld, zal dan wel hoogsensitief zijn. Dat is dus niet zo, want ook andere mensen kunnen overprikkeld raken. Bijvoorbeeld als je een hersenschudding hebt, een burn-out, noem maar op. En het is ook niet zo dat je altijd overprikkeld raakt. Dus als je goed hebt leren omgaan met je hoogsensitiviteit, dan kan je die overprikkeling ook werkelijk voorkomen. Ja, en waar zit dan de sleutel, zeg maar, om dat te kunnen voorkomen? In het begrijpen wat er met je gebeurt. Dus begrijpen hoe dat werkt bij jou, welke prikkels voor jou heftiger binnenkomen. En dat verschilt heel erg per zintuig. Hè? Bijvoorbeeld voor de een is geluid heel heftig, terwijl voor de ander de emoties van anderen en met name heel sterk binnenkomen. En dat inzicht in jezelf kan je helpen om ook een gezonder dagpatroon te ontwikkelen. Ja. En daarmee voorkom je dan uiteindelijk dat je aan het eind van de dag, of misschien al in de ochtend, overprikkeld raakt. Precies, dus heel erg jezelf kennen en daardoor ook, ja, maatregelen kunnen nemen dat je ook eerder herkent waarschijnlijk. Hè? Waardoor je gewoon eerder voor jezelf kunt zorgen of het zo kunt aanpassen dat het wel voor jou werkt. Ja, dat is zo belangrijk. Ja, mooi. En je noemde het al even, die talenten en die valkuilen die liggen dicht bij elkaar. Ik vind het zelf altijd fijn om ook echt die talenten te benoemen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, vooral als je er net achter komt. Mensen komen er vaak achter dat ze hoogsensitief zijn. Op het moment dat ze heel erg tegen die valkuilen aanlopen, zeg maar. Ja. En dan is het in eerste instantie vaak, wordt het heel erg als een probleem ervaren of iets vervelends. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een hele mooie eigenschap. Ja absoluut, absoluut. Ja. Oh, ja. Kun je daar wat over vertellen, over die talenten? Wat is voor jou het belangrijkste talent? Is misschien ook leuk. Wat vind jij het mooiste? Ik vind zelf mijn creatieve denken een van de mooiste talenten van hoogsensitiviteit. Dus het vermogen om informatie met elkaar te combineren die anderen niet met elkaar combineren, waardoor je gewoon op inzichten komt die anderen volledig ontgaan. Maar vooral dat denkproces in mezelf. En dat vind ik een van mijn mooiste talenten. En ook mijn empathie. Het kunnen inleven in anderen. En natuurlijk in mijn werk is het ook heel fijn. In heel veel werk is het heel fijn, want je denkt natuurlijk meteen aan zorgende beroepen, maar ook meer de commerciële beroepen zijn natuurlijk heel erg gebaat bij een goed inlevingsvermogen. Dus dat vind ik ook echt een heel fijn HSP-talent.
Ja, en dat kan inderdaad in elk beroep en eigenlijk in elk moment kan dat toegepast worden. Natuurlijk ook in je privéleven. En Maar we hebben het over valkuilen en talenten. Als je net ontdekt dat je hoogsensitief bent, ervaar je dat ook nog wel eens als een nadeel. Namelijk dat je overspoeld raakt door de emoties van anderen. Heel veel HSP's zeggen dat ook. Dus overprikkeld, maar ook overspoeld raken door emoties van anderen. Dat zijn de dingen die vaak genoemd worden. Maar daar zit dat dus, dat talent van sterk inlevingsvermogen achter. Ja. En uit mijn onderzoek blijkt dat het ook heel erg fijn is om dat door te hebben. Dat wat je als een nadeel ervaart, dat er eigenlijk iets positiefs achter zit. En hoe meer je dat zeg maar kan ontwikkelen, hoe minder ook die negatieve kant nog voor jou heel erg voelbaar is. Ja, precies. En is er ook iets bekend over waarom HSP zozeer die emoties van anderen overnemen? Ja, daar is een recent onderzoek heeft laten zien hoe dat in het brein werkt. Dat is echt een magisch proces. Een van de onderzoekers, Goleman, heeft dat de neurale wifi genoemd. Dus een onzichtbare verbinding tussen twee breinen. Dat zijn gebieden in het brein die we spiegelneuronen noemen. En die reageren op wat je iemand anders ziet doen. En dat kunnen fysieke dingen zijn. Dus gewoon als je iemand iets op ziet pakken of als je iemand ziet hardlopen. Dan gebeurt er in jouw brein eigenlijk hetzelfde als wat bij die persoon die dat uitvoert gebeurt. Maar dat is ook zo met emoties. Dus als ik iemand zie huilen, dan en ik heb sterk geactiveerde spiegelneuronen, want dat verschilt van persoon tot persoon. Dan doen die gebieden in mijn brein eigenlijk mee. Waardoor ik ongeveer hetzelfde kan voelen als die persoon die ik observeer. En uit recent onderzoek blijkt dus dat dat spiegelneuronensysteem bij een hoogsensitief persoon gewoon veel sneller geactiveerd wordt en veel sterker geactiveerd wordt. Dus je bent eigenlijk continu aan het onzichtbaar afstemmen op de ander van hé, wat ervaart hij nu? En als je daar niet van bewust bent, dan denk je, oh, ik voel me opeens verdrietig. Hoe kan dat nou? Ja, precies. Ja. Dat kan dus heel goed zijn van iemand, soms zelfs gewoon waar je langs gewandeld bent buiten. Absoluut, en ja. Die even een verbindingje hebt gemaakt. Dus het helpt heel erg om dat door te hebben, dat je brein is, dat afstemt op iedereen. En dat, omdat je dat overneemt, ook je hele lijf mee gaat doen. Dus je kan ook inderdaad helemaal in je hele lijf die emotie die voelen, terwijl die niet van jezelf is. Ja. Ja, bijzonder proces. Ja, ja. Fantastisch dat ze dat ontdekt hebben, hoe dat dan werkt. Vooral omdat het zo'n, als je gewoon je arm optilt, is dat vrij zichtbaar. Maar wat hier allemaal gebeurt, moet je net even op een andere manier zien achter te komen. Maar dat onderzoek is er dus wel. En dat laat zien dat dat bij HSP gewoon veel sterker, een sterker mechanisme is. Dus iedereen heeft daar wel wat van. Maar bij HSP is dat gewoon vaker en sterker geactiveerd. Ja, en voor mensen die daar op dit moment heel erg mee worstelen, hè? Wat kunnen zij doen, zeg maar, om dat iets meer om te vormen naar de positieve kant? Wat ik al zei, elke keer eigenlijk weer opnieuw realiseren, oh, dit is wat er gebeurt. Dus in plaats van in die emotie mee te gaan die je voelt, even weer eruit van, oh, hey, dit is nu aan de gang. En vervolgens kan je heel bewust ervoor kiezen om een andere emotie aan te nemen. Soms als je verdrietig bent, dan voelt het alsof je daar helemaal in opgeslokt wordt. Maar je kan je eigen emoties eigenlijk vrij makkelijk beïnvloeden. Door vrolijke muziek op te zetten. Door iets te doen waar je blij van wordt. Door te knuffelen met iemand van wie je houdt. Dat zijn wel echt veranderingen in je emotionele staat. En die helpen je om dan weer even uit die toestand te komen. En eigenlijk weer met een schone lei de rest van de dag in te gaan. Ja, ja, mooi. Lekker praktisch ook. Gewoon dingen doen waar jij blij van wordt. Waardoor je gewoon weer eventjes dat wat niet van jou was weer even hebt losgelaten, ja. Ja, ja, er zijn ook allerlei andere technieken om dat heel bewust los te laten. Of om dat terug te geven. Of om je te beschermen. Als het voor jou werkt, zijn het ook handige technieken. Maar dit is vaak heel makkelijk toe te passen. En
werkt gewoon supergoed. En het inzicht en acceptatie is denk ik ook echt een hele grote sleutel. Wat ik je ook hoor zeggen, van op het moment dat jij begrijpt wat er gebeurt en daar oké mee kunt zijn, dan heb je natuurlijk een hele andere ervaring dan als je denkt, oh nee, en je gaat er tegen vechten en je bent er gefrustreerd van. En, ja, weet je, ja, dat stukje acceptatie erger. Wat je toevoegt is inderdaad wel een belangrijke. Want er zijn veel HSP die ook zeggen van, ja, anderen hebben dat ook niet, waarom heb ik dat nou wel? En in die zin ook heel erg vechten tegen hun eigen karakter. Ja. En als je kunt zien dat er dus een hele reeks aan HSP-talenten bij horen, die je ook heel veel kunnen brengen, dan is het misschien ook makkelijker om te zeggen, nou ja, ik ben hoogsensitief. Dat werkt inderdaad anders dan bij mijn partner, of bij mijn vriendin, of bij mijn broer of zus. Of... Maar goed, het heeft voor- en nadelen. Ja. En dat is nou eenmaal zo. Ja, dat maakt het een stuk relaxter in je lichaam, dan dat je de hele tijd denkt, oh nee, overkomt mij dat weer. En... waarom heb ik dat nou? Waarom kan ik niet gewoon zoals iedereen zijn? Ja, ja, precies. Ja. Hey, en we hebben vaak die termen hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. Hè? Ik gebruik die zelf altijd door elkaar. Hoe zit dat precies? Ja. Ja, die kan je ook gewoon door elkaar gebruiken. Rond 2000 is eigenlijk in Nederland het begrip voor het eerst geïntroduceerd. Door Suzanne Malette Hart en door Marianne van der Beuken. Die schreven er eigenlijk als eerste over. En die hebben de term die Elaine Aron heeft geïntroduceerd, de highly sensitive person, hebben zij vertaald als hooggevoelig. Daarmee bedoelden zij gewoon hoogsensitief. Ja. Vanuit het Engels gewoon vertaald. Alleen in 2016 is er een boek van een Belgische verschenen, waar professor... toenmalig professor, ik weet niet of ze dat nu nog is, waarin ze zegt dat het wat anders is. Alleen dat heeft ook heel veel met de Belgische taal te maken, die daar gewoon anders naar kijkt. In Nederland gebruiken we het gewoon als synoniem. Soms wordt er wel op websites of zo gezegd dat het een ander iets is, hooggevoeligheid, en dan wordt er ook een hele interpretatie aangegeven. Maar als je leest wat daar staat, zijn dat eigenlijk altijd omschrijvingen van een begrip dat we ook hebben. Dus dat is bijvoorbeeld de omschrijving van prikkelgevoeligheid. Of het is de omschrijving van overemotioneel zijn. Of er is eigenlijk altijd een term die beter past dan wat men aangeeft dat hooggevoelig zou zijn. Okay. Dus in Nederland gewoon hooggevoelig is hoogsensitief. Precies. Ja. En hoogsensitiviteit is aangeboren. Toch? Dat zeg ik goed, toch? Ja, ja, het is een genetisch bepaalde eigenschap. Precies. Dus er zijn verschillende genen betrokken bij het hoogsensitief zijn. En dus het is niet zo, want dat is een vraag die ik heel vaak krijg, van kan ik hoogsensitief zijn geworden omdat ik een hele moeilijke jeugd heb gehad? Ja. Hoor ik inderdaad ook vaak, moeilijke jeugd of door een trauma of... Nee, dat kan niet, maar ik snap wel de verwarring, omdat door een lastige jeugd en door een trauma je een aantal kenmerken hebt die wat lijken op hoogsensitiviteit. Maar hoogsensitiviteit, bijvoorbeeld alert zijn op de omgeving, dat is een van die dingen die je daar, of sterk willen pleasen, kan ook iets zijn wat je bij beide ziet. Maar hoogsensitiviteit is dus in die kern die eigenschap, waarbij je brein veel meer informatie uit de omgeving haalt en die informatie sterker verwerkt. Dat is iets wat niet door een trauma ontstaat. Wat we wel weten is, doordat dat brein zo werkt, een trauma heftiger voor je is. En een niet steunende jeugd ook veel meer impact heeft. Dus een hoogsensitief kind dat opgroeit bij ouders die niet goed afgestemd zijn op zijn of haar behoeftes, gaat daar veel meer last van hebben dan een niet-hoogsensitief kind. Ja. Andersom weten we ook dat een hoogsensitief persoon die in een goede omgeving zit, dus die wel gesteund is in zijn jeugd of nu op dit moment een werkplek heeft, waar die zich volledig gezien en gesteund voelt, dat die excelleert. En dat is niet alleen in prestaties, maar dat is ook in fysieke gezondheid en dat is in psychische gezondheid. Dat is echt een heel boeiend fenomeen. Ja. Maar de omgeving maakt dus enorm veel uit voor een hoogsensitief kind en volwassene. Dus je hebt heel veel last ervan als je hoogsensitief bent en je ouders
ja, zijn niet op de goede manier met jou bezig in de zin van ondersteuning en liefde geven. Maar het is dus niet zo dat je door die opvoeding hoogsensitief bent geworden. Nee, helder. En het is mooi, ik vind het heel mooi dat het beide kanten opgaat. Dat ook als het dan positief is, dat je daar dan meer baat bij hebt. Dat is ook weer die valkuil die weer een voordeel wordt, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en er zijn echt best wel veel onderzoeken gedaan die dat ook aantonen. Die dus bijvoorbeeld ook laten zien dat kinderen die een goede opvoeding hebben gehad, betere executieve functies hebben. Hoogsensitieve kinderen die een goede opvoeding hebben gehad. Ja. Dat ze beter in staat zijn om sociale contacten te leggen. Of sociaal-emotioneel ook sterker zijn. Er zijn echt wel heel zichtbare resultaten dat dat inderdaad uitmaakt. Ja, mooi. Ja. Hey, en de laatste vraag die ik heel vaak hoor, of een misverstand wat ik vaak hoor, is vaak verwarring over HSP versus autisme. Heb ik autisme of ben ik hoogsensitief? Ja, ja. Ja, waar zit dan dat verschil in? Ja, ja. Het misverstand ontstaat omdat wat mensen met autisme ervaren en wat mensen die hoogsensitief zijn ervaren, op elkaar kan lijken. Dus bijvoorbeeld overprikkeling kan bij beide veel voorkomen. Of soms ook moeite met omgaan met veranderingen. Ja. Maar als je kijkt naar hoe dat ontstaat, dus wat er gebeurt in een brein van iemand die autisme heeft en wat er gebeurt in het brein van iemand die hoogsensitief is, dan zijn dat heel verschillende dingen. En daardoor weten we dat hoogsensitiviteit en autisme gewoon echt iets anders is. Daarvoor moet je dus echt bewust zijn dat hoogsensitiviteit iets anders is dan prikkelgevoeligheid. Want als je dat in je hoofd houdt, dan denk je van ja, dan zit er heel veel overlap in. Maar dat is dus niet zo, want het gaat juist om die diepgaande verwerking en die andere manier van informatie, ja, wegen en beoordelen in je hoofd. En als je dat helder ziet, dan zie je ook het grote verschil tussen autisme en hoogsensitiviteit. Ja, en kun je een praktisch voorbeeld geven van zo'n verschil? Nou, een van de dingen die op dit moment een nieuwe theorie zijn, is dat, dat wordt genoemd het voorspellende brein. En daarin is eigenlijk de hypothese dat mensen die autisme hebben eigenlijk weinig voorspellingen doen in hun brein. Dus eigenlijk zichzelf weinig voorbereiden op dat wat er komen gaat, waardoor elke situatie heel erg als nieuw ervaren wordt. Dus als er prikkels op je afkomen, dan voelt dat eigenlijk heel onverwacht. Of als je in een sociale situatie komt, dan denk je ook, oké, wat is hier aan de hand? Wat wordt er van mij verwacht? Mm. Terwijl een normaal brein voorspelt die situatie. Die weet van, oh, dus weer zo'n vergelijkbare situatie, moet ik dit en dit en dit doen. En wat we uit onderzoek zien is dat een hoogsensitief brein juist heel erg sterk voorspelt. Ja. Dus je bent de hele tijd bezig. Oh, dit en dat zou er kunnen gebeuren. En dat zou ik dan moeten doen. En dat gaat trouwens niet zo bewust als dat ik het nu uitleg. Want dat is juist ook een heel onbewust proces. Mm-hmm. Maar dat is een manier van eigenlijk je brein die ervoor zorgt dat jij je staande kan houden in verschillende situaties. En een hypothese is nu dat bij autisme dat misschien wat anders werkt, waardoor je eigenlijk steeds op dat moment dat het gebeurt pas geconfronteerd wordt met de situatie en je brein nog niet zich daarvoor klaargemaakt heeft. Ja, waardoor het ook ineens ook overweldigend is natuurlijk. Ja, dat is hartstikke overweldigend, ja. Ja, ja. Ja. Mooi. En dat verklaart dus op een andere manier de prikkelgevoeligheid van iemand met autisme versus de prikkelgevoeligheid van iemand die hoogsensitief is, omdat hij heel veel kleine details opmerkt. Ja, precies. Mooi, dank je. Dat maakt het zo lekker tastbaar, zeg maar. En je had het net over dat er heel veel onbewust gebeurt in dat brein, maar wat ik ook vaak hoor is dat er gewoon, het lijkt alsof HSP gewoon heel veel nadenken over alles. Ja. Is dat iets wat bekend is uit onderzoek ook? Ja, wat ik bedoel met dat onbewuste is dat, je brein bereidt zich eigenlijk automatisch voor. Dus even een hele praktische situatie. Als jij langs een struikje loopt en je hoort daar wat geritsel in, dan gaat je brein zich meteen al klaarmaken om te kunnen vluchten. Want dat kan een gevaarlijk dier zijn.
Dat is gewoon een automatisme. Dat zorgt ervoor dat wij hebben overleefd al die honderdduizenden jaren. Dus dat gebeurt automatisch. Maar een hoogsensitief brein is daarnaast ook op een bewustere manier bezig met wat als nu dit gebeurt? Ja. Wat zal ik dan doen? Of aan terugkijken. Goh, ik zag die collega toch een beetje zuinig kijken. Bedoelde die nou eigenlijk dat hij het helemaal niet met me eens is? Heb ik dat nou wel goed aangepakt? Had ik nou niet toch nog meer aandacht moeten hebben voor die collega? Al die gedachtes, dat komt vanuit een heel specifiek netwerk in het brein. Dat heet de Default Mode Network. En dat is een breingebied dat eigenlijk vooral actief is als er niet iets acuuts hoeft te gebeuren. Dus als je een beetje aan het mijmeren bent, ja, tijdens het wandelen of als je onder de douche staat. En dat is heel erg actief bij een hoogsensitief persoon. Eigenlijk is dat continu dus bezig met herinneringen terughalen, met vooruitkijken, met dingen met elkaar verbinden. Van, oh ja, maar toen was ook nog dat gebeurd en nu in deze situatie, oh, misschien moet ik daar toch wat ik toen heb gedaan hier toepassen. Nou, heel de tijd ben je dat soort verbindingen aan het maken. Dat is een voordeel, want dat zorgt ervoor dat als je in die situatie komt, je kunt handelen. Ja. Maar het is ook heel erg vermoeiend. Ja, precies. En dat is iets dus wat we in onderzoek heel sterk terugzien. Dat continue denken, ja, dat is wel een heel, voor alle HSP heel herkenbaar iets. Ja. En is er iets wat we daaraan kunnen doen? Ja. Je kan het niet veranderen. Dus als mensen bij mij komen en zeggen van ja, ik wil nu leren om dat hele denken te stoppen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want zo zit je brein in elkaar, dat blijft. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen nadenken over situaties versus helemaal meegevoerd worden en alleen maar nog aan het piekeren zijn en niet meer kunnen focussen op het hier en nu, niet meer in slaap kunnen vallen. En dan gaat het duidelijk te ver om nog goed te kunnen functioneren. Ja, een van de tips is om jezelf echt een piekerkwartiertje te gunnen. Dat is een bekende techniek uit de psychologie. En als je merkt dat er iets speelt, op te schrijven, dit is er allemaal aan de hand. En elk moment dat het weer terugkomt ook te zeggen, nee, ik heb het allemaal opgeschreven, ik ga er nu niet meer aan denken. En dan kan het dus ook weer helpen om die techniek die ik eerder heb genoemd erbij te pakken, om heel bewust jezelf in een andere staat te brengen. Dus om weer even te dansen, of om even, misschien iets lekkers te eten, niet te veel, maar even. Even te zorgen dat je uit die toestand raakt. Ja. Ja, mooi. En klopt het dan ook dat HSP heel vaak, veel van dat piekeren lijkt te gaan over wat andere mensen van ons vinden? Ja, dat heeft dus ook te maken met die diepgaande verwerking. Ik zei al, daar zijn veel meer hersengebieden tegelijkertijd bij betrokken ten opzichte van niet-hoogsensitieve personen. En een van de opvallende dingen is dat met name ook sociale breingebieden zijn. Dus dat zijn gebieden in het brein die bezig zijn met: wat betekent deze situatie voor mijn positie in de groep? Of wat betekent dit voor de coherentie in de groep en de harmonie? Wat betekent dit voor of we nog met elkaar richting hetzelfde doel gaan? En die vragen worden eigenlijk automatisch ook weer heel onbewust gesteld in dat hoogsensitieve brein. Maar dat betekent dus dat in die beraadslagingen het een heel groot issue is. Hoe je je verhoudt tot de ander. En dat komt dus in dat piekeren terug. Want dan denk je dus inderdaad weer aan die blik van die collega. Of wat je vriendin heeft gezegd. Dat je achteraf denkt van ja, ik voelde dat eerst als compliment. Maar was dat eigenlijk wel een compliment? Want volgens mij, als ik dit nou nog eens een keer zo afspeel, dan voelt dat eigenlijk gewoon als een rotopmerking. Nou ja, dat soort dingen zit inderdaad ingebakken in dat brein. En ook daar heb je weer gradaties. Dus dat hoort er wel voor een deel bij. Maar als je daar te veel in door lijkt te schieten, kan het ook zijn dat je een soort van afwijzingsgevoeligheid hebt. Ja. En daar heeft Saskia Kluijsen ook veel over geschreven. Als je dat bij jezelf herkent, ik ben te veel bezig met de ander en ik kan me eigenlijk niet meer
focussen op wat ik zelf belangrijk vind, ja, dan zou je met dat stukje aan de slag kunnen gaan. Maar dat je bezig bent met bijvoorbeeld die harmonie in de groep, ja, dat is wel iets wat, wat erbij hoort. En wat dus ook weer een heel groot voordeel kan zijn. Want heel veel werkgevers zullen ook gewoon heel blij zijn met iemand die aanvoelt hoe de sfeer in de groep is. En die daar ook een fijne, betrouwbare collega in kan zijn. Dat waar mensen ook terecht kunnen om stroom af te blazen. Of hun onzekerheden even bij kwijt te kunnen. Ja, hele mooie teamplayer ook. Veel HSP-medewerkers worden zeer gewaardeerd om dit stuk. Overigens zijn niet alle HSP zelf er heel blij mee, omdat het ook heel veel energie kan kosten. Maar ook daarin, hoe meer je dat herkent van jezelf, hoe meer je dat ook kunt balanceren. Dus alles wat je onbewust doet, en zeker met dit brein, hè, wat zo actief bezig is, hoe meer eigenlijk onbewust energie weglekt. Dus hoe bewuster je wordt, hoe beter je kunt kiezen. Hoe ga ik dit nou aanpakken? Hoe is dat nog haalbaar voor mij? Ja, precies. En weer het inzicht en de acceptatie. Dit is ook in elkaar steken. Ja, zo belangrijk. Mooi. Ja. Hey, zijn er verschillen in hoe mannen en vrouwen hun sensitiviteit ervaren? Nou, we weten dus dat evenveel mannen als vrouwen hoogsensitief zijn. Als ik zelf onderzoek doe, dan onder kinderen bijvoorbeeld, dan heb ik altijd 50-50, jongens, meisjes. Maar als ik onder volwassenen onderzoek doe, dan haal ik meestal maar 15% mannen. Ja, precies. En dat is niet omdat jongens opeens niet meer hoogsensitief zijn. Maar dat heeft puur te maken met de cultuur. En met de acceptatie die heel veel hoogsensitieve mannen hebben gevoeld over dat deel van hun karakter. Dus niet, dat ze dat dus niet mochten laten zien. Ik hoop dat de jongens die nu opgroeien dat anders zullen ervaren. Maar de volwassen HSP-mannen zijn vrijwel allemaal toch gekwetst in dat gevoelige stuk geweest. En hebben dat geprobeerd toch of meer bij zich te houden of te maskeren. Dus daar zit al een heel groot stuk verschil in beleving. Maar de essentie van hoogsensitiviteit, want ik heb natuurlijk ook gekeken in mijn onderzoeken naar zijn er dan grote verschillen, is eigenlijk hetzelfde. Dus er is niet een fundamenteel verschil tussen hoe hoogsensitiviteit zich uit bij mannen versus hoe het zich uit bij vrouwen. Het is puur, mag het er zijn of mag het er niet zijn? En op het moment dat het er niet mag zijn, dat is wel iets wat ik zie, is dat als het er niet mag zijn, je ook bepaalde stukken wegdrukt. Dus bijvoorbeeld je gevoeligheid voor emoties van anderen kan je heel erg weggedrukt hebben, omdat je een ervaring hebt gehad dat dat niet oké was, dat daar niet goed op gereageerd werd, of dat het jezelf te veel deed. En dat zie ik wel veel bij mannen, dat op het moment dat ze echt erkennen, ik ben hoogsensitief, dan denken ze ook, ik ben veel gevoeliger geworden. Nee, je bent je er nu pas van bewust. Ja. En merk je het dus pas. En dat is ook bij mensen die dus kunnen ook vrouwen zijn, hè, die op latere leeftijd pas ontdekken dat ze hoogsensitief zijn. Die vragen ook wel van, klopt het dat ik dan opeens met deze leeftijd gevoeliger ben? Nee, je bent je er meer van bewust. En dat geeft, daardoor merk je het op. En trek je de conclusie dat je gevoeliger bent. Maar het was er altijd al. Ja, precies. Alleen had je altijd de ruimte. Mooi. Ja. En een laatste vraag op dit thema. We hebben het gehad over emoties van anderen overnemen. Wat is de impact van hoogsensitiviteit op je eigen emoties ervaren? Ja, dat weten dus ook uit onderzoek dat emoties sterker ervaren worden. Dus ze hebben dat bijvoorbeeld getest met emotieoproepende foto's, heet dat dan. Mm-hmm. Dat zijn bijvoorbeeld foto's van puppy's, of van een slang, of van een huilende baby, of van luchtvervuiling, van een cupcakeje. En dan vragen ze aan mensen van welke emotie geeft dat jou, van heel negatief naar heel positief. Maar ook hoeveel spanning roept deze op van 0 naar 10. Ja. En uit dat onderzoek zijn een aantal van dit soort onderzoeken gedaan. Blijkt dat hoogsensitieve mensen die emoties heftig ervaren, dus die scoren of hoger in het negatieve stuk, maar scoren ook hoger in het positieve stuk. En dat wordt wel eens vergeten, dat de negatieve kant, het verdriet en zo dat je voelt,
dat weten heel veel HSP wel van zichzelf, maar dat je dus ook in het, de blijheid, het genieten, dat je daar ook sterkere emoties ervaart, dat is dus ja, dezelfde kant eigenlijk van de medaille. Ja. Jij ervaart het gewoon intenser dan een niet hoogsensitief persoon. Ja, mooi. Ik moet zeggen dat dit voor mij persoonlijk echt de grootste geruststelling ooit is geweest. Want ik ben iemand met hele intense emoties, beide kanten op. Dus het mooiste voordeel vind ik dat ik intens kan genieten. En intens kan ook me verbonden kan voelen met de natuur, met anderen, met het leven. Maar ook die heftigheid van die emoties. En oh, het zit gewoon ook in het brein. Het is gewoon ja, de manier van bedrading. En dat geeft ook echt zo'n stukje acceptatie, wat het gewoon makkelijker maakt. Ja, ja, ja. En ik vind het zelf, gelukkig verandert de samenleving iets in het laten zien van emoties. Want het zijn God natuurlijk bedankt, ook hele belangrijke wegwijzers. Hè? Het geeft wel aan wat voor jou de essentie is. Ja. En als je er zo naar kan kijken, dus intens verdriet is heel naar, maar het geeft wel aan, oké, dit is kennelijk een heel belangrijk stuk voor mij. Ja. En met die informatie kan je wel weer nieuwe keuzes maken in je leven om het beter voor jezelf te regelen. Ja, ja, mooi. Als we zo afronden, heb je dan nog één tip voor alle mensen die nu luisteren, die hoogsensitief zijn? Ja, lees erover. We hebben nou een aantal keer gezegd, ja, dat inzicht en die acceptatie, dat maakt gewoon heel veel uit. En dat is ook wat er uit mijn eigen onderzoek steeds komt. Dus probeer, als je er nog niet zoveel van weet, er echt meer over te gaan lezen om jezelf goed te snappen. Probeer jezelf uit te vogelen. Dat is echt zo'n belangrijk deel. Ja. Ja. En als je dat allemaal al weet, als je al voor jezelf goed doorhebt hoe je in elkaar zit, is mijn belangrijkste tip. En zorg dan ook dat je daarnaar handelt. Ja. Als je weet dat bepaalde situaties lastig voor je zijn, of dat je na bepaalde vergaderingen of zo, dat je gewoon uitgeput bent, zorg er dan voor dat je daarna rust neemt. Of zorg ervoor dat die situaties die ingewikkeld zijn niet te lang duren. Ja. Maak een gezond dagprogramma voor jezelf. Ja, super waardevol. En heel essentieel ook, denk ik, om... Dat kan je staande houden. Ja, precies. Je kan op heel veel kracht en op vaak heel ver doorgaan, maar ten koste van jezelf. Dus zorg echt goed voor jezelf. Ja, mooi. Hoe kunnen mensen meer van jou leren of verder met jou verbinden? Nou, wat je al in de introductie zei, ik heb een aantal boeken geschreven. Het hoogsensitieve brein gaat echt over wetenschap en hoe dat allemaal in elkaar steekt bij ons. Gelukkig hoogsensitief heb ik samen met Dirk Eimers geschreven. Het gaat echt over de talenten. Dat is gewoon een heel fijn beleefboek waarin je echt voor jezelf ook leert herkennen. Oh ja, hier ben ik goed in. Dus dat geeft je een enorm positieve boost. Ik heb ook nog hoogsensitieve kinderen geschreven voor ouders om te kunnen gaan met hun kind. Dus nou, daar kan je vinden op mijn website www.hoogsensitief.nl. Maar natuurlijk ook bij alle boekhandels en alle online boekhandels. Op sociale media deel ik dagelijks allerlei tips en informatie. Dat kan je vinden @hoogsensitief.nl. Dus daar vind je denk ik al heel veel informatie. En we hebben 3 typen nieuwsbrieven waar je ook op de website voor in kunt schrijven. 1 voor ouders, 1 voor HSP zelf en 1 voor professionals, waarin we dus die wetenschappelijke onderzoeken elke maand delen. Ja. En als mensen twijfelen of ze hoogsensitief zijn, wat kunnen ze dan het beste doen? Nou, ik heb ook een test op hoogsensitief.nl staan. De test van Elaine Aron heb ik aangevuld met de meest recente wetenschappelijke, eigenlijk onderscheidende kenmerken. Ja. Daar kan je ook de toelichting op vragen, waardoor je het nog meer wat duidelijker ook gaat krijgen. Dus dat is bijvoorbeeld een fijne aanrader. Super. En ik zal zorgen dat die in de beschrijving van de podcast komt te staan, dat mensen die makkelijk kunnen vinden. Ja, mooi. Super. Dankjewel Esther voor je wijsheid, voor je delen. Dankjewel voor je uitnodiging. Hartstikke leuk om hier in de podcast te zijn. Heel veel succes met alles wat je doet. En nou ja, ik denk dat ik niet de enige ben die super dankbaar is dat jij dit zo oppakt. En dit zo in de wereld zet. Dus dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar HSP Binnenwereld.
Wil je meer tips, oefeningen en meditaties? Ga dan naar irenelangeveld.nl voor de gratis minicursus In Balans met Hooggevoeligheid. En neem gerust contact met mij op als je iets wilt vragen of delen. Als je dit een fijne podcast vindt, abonneer je dan. Of laat een review achter. Graag tot een volgende keer.